Beste kijkers, en voor de vijfde achtereenvolgende dag schommelingen rond 7,95 wat de AEX betreft. Vandaag een doodzie candle, dus open en slot liggen vrijwel bij elkaar, zo rond 7,94, 7,95. Met andere woorden, de vaart loopt nog verder uit de grafiek. De swingteller nog net een tandje hoger op plus 4, maar met deze voortgang hoeft er maar bitter weinig te gebeuren. En we schieten in het rood en dan hebben we formeel een lichte correctiestand te pakken. Ik zou toch wachten met exit long overwegingen op het moment dat de groene stippellijn eraan gaat. En dan hebben we het over niveaus rond 7,92, 7,93. Daaronder dan mogen we vervoegelijk aannemen dat er echt een serieuze correctie van start gaat richting 7,65 en lager. Tot dat moment mogen we dit nog zien als een correctie in tijd en niet zozeer als een correctie in prijs. En dat vergroot de kans enigszins dat de bulls toch nog gaan proberen om die 7,98 rode streep te slechten en daarmee dus de uptrend toch een extra impuls te geven. En u begrijpt dat het dan een fluitje van een cent wordt om de 800 op het scherm te krijgen. Wat dat betreft is het eventjes afwachten wat de spelers echt van plan zijn of uitstappen omdat een correctie dreigt en meer kracht bijgezet wordt. Of boven 7,98 wellicht nog weer koopposities uitbreiden. Dat zijn de twee opties en we wachten rustig wat de spelers voor ons in petto hebben. Met andere woorden, we wachten totdat de markt echt kleur gaat bekennen. Bij de DAX ook onveranderd vandaag. Daar zien we, even kijken, ik moet even de goede grafiek, hier hebben we hem. Daar onveranderd in die zin nog steeds in een milde correctiestand. Hier verschijnt een klein groen streepje op 16.600 ruim. Dus ook hier duidelijk consolidatie, stabilisatie tussen rood en groen. En daar kunnen we verder kort over zijn. Wachten op het uitnemen van één van deze strepen. Het zij aan de bovenkant, het zij aan de onderkant. Om weer een nieuwe significante beweging te gaan zien. Tot dat moment het kruid droog houden en kijken wat de spelers voor ons in petto hebben. Dan neem ik u mee naar een behoorlijke bullenrit. En dan heb ik het over de koersontwikkeling op de dagkaart van OCI. Ik trek hem even in elkaar om aan te geven dat de bulls in een super rap tempo nu de rode zone weer hebben bereikt. En dan praten we over 26 tot 26,5. Vandaag in swing plus 8, dus dat schiet op en dat betekent dat het morgen super spannend wordt. Want morgen een zwarte candle in swing plus 9 en de RSI die nu boven de OB-lijn staat en dan met de zwarte candle een OB-downcross wil maken, dan is dat wel degelijk het moment om uit hoofde van money management de korte termijn turbo long posities te verzilveren. Want dan hebben de bulls behoefte aan een extra aanloopje. Dus wacht op zwart, dat is het signaal om winsten te verzilveren, topvorming te verwachten en een afkoeling die dan kan aanhouden tot misschien wel 22 tot 22,5. Blijft die zwarte candle uit, dan blijft er druk op 26 tot 26,5 en dan wordt het exit long moment rustig eventjes uitgesteld. Zo simpel is dat. Ik wens u een plezierige avond.